Michel Verkruijsen, was dit zo'n dag dat je beter een stripboek had mee kunnen nemen en tegen de paal had kunnen leunen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat zij ook wel enkele goede mogelijkheden hadden. Maar ja, het speelde zich toch vooral af in het middenveld. En ja, plaatsen was het even opletten dat je niet deksel op de neus krijgt. Maar ja, goed, we zijn tevreden met een punt en ik denk al bij al terecht. Die lage aantrekkelijkheid van de wedstrijd, hè, komt dat een beetje door jullie? Want jullie hebben best wel bewust gekozen om je op eigen helft terug te trekken. Vond je? Ja, ik denk niet. Ik denk dat we bij momenten toch hoog gingen storen. Ik denk ook dat we van speelwijze zijn veranderd, hè, in vergelijking met het verleden. En ik denk dat we, ik denk dat we vooruit speelden. En ja, goed, zij waren fysiek ook sterk, dus we kwamen er niet altijd goed door. Maar de bedoeling was toch vooruit te spelen. Al met al een gelijkspel, daar valt weinig op af te dingen, denk ik. Ah, zoals ik al zei, terecht een gelijk spel. En ja, goed, wij zijn daar tevreden mee. Hè. We zijn een uitspelende ploeg, dus ja, tevreden. Is dat niet iets te makkelijk? Want jullie staan er gewoon beter voor dan HBS. Een ploeg die nog niet gewonnen heeft, notabene jullie al twee keer. Ja, maar je moet toch wedstrijd per wedstrijd bekijken en kijken hoe dat het loopt. En goed, op een bepaald moment hebben we beslist om het punt vast te houden en zo richting echt te gaan. Als je naar het wedstrijdformulier keek, dan zag je dat jij de enigste was die voor 1980 is geboren. Je nadert de 40. Hoe hou je het vol? Nou goed, ik probeer me gewoon fit te houden door goed te trainen. En de trainer spaart me wel soms. Dus, maar ja goed, zolang het goed gaat, blijven we spelen. Ik vind het zelf ook leuk. Dus ja, we kijken wel. Hè. Het leeftijdsverschil is geen belemmering. Denk niet. Misschien op maandagmorgen, maar nee, voorlopig niet. Nee. Is dit de afscheidstour of zou het zo nog maar even kunnen duren? Ik weet niet. We laten het in het midden. Volgend jaar zullen we wel weer zien of we erbij zijn. We kijken jaar per jaar. Succes. Dankjewel.